Hoe zag tijdens het rampjaar de tweede Franse bezetting van Woerden eruit? Wat hebben de Fransen met het verdwijnen van het Hof te Waarder te maken? Hoe komt in 2022 de tentoonstelling over het prinselijk hoofdkwartier eruit te zien hier in het Evertshuis? En waar gaat deze keer Jobs Waterlinievlog over? U hoort het allemaal in het Waterliniejournaal. We gaan weer verder tijdens het rampjaar 1672. Op 18 september stond hier voor de poort in Woerden de Franse hertog van Luxemburg. Hij zei dat hij in Nieuwbrug het kwartier van de prins wilde aanvallen, maar eenmaal binnen in de stad trokken de soldaten naar de wallen en de bolwerken. Een deel trok naar de Leidse poort. Duidelijk, de stad was weer bezet. Dit keer onder leiding van de graaf de Lamarck. Deze trok in het kasteel. De hertog van Luxemburg ging weer terug naar Utrecht, maar natuurlijk niet voordat hij enkele souvenirs had meegenomen uit de stad, waaronder de beste paarden. Sommige Woerdenaren kregen wel 10 tot 15 soldaten in huis. Ze moesten houten palen leveren om de vesting te versterken, bij die versterking ook vaak helpen, en alle wapens moesten worden ingeleverd op het stadhuis. Plundertochten waren op het platteland aan de orde van de dag. Paarden, vee, huisraad werden meegeroofd en naar de stad gebracht. En de bevolking van de dorpen die waren zoveel mogelijk gevlucht achter de waterlinie. De tweede bezetting was voor Woerden een stuk zwaarder dan de eerste. Soldaten slachten het geroofde vee in de stad en lieten het de Woerdenaren opruimen. De Lutherse kerk werd gebruikt als hooischuur. En daarom mochten bij hoge uitzondering de Lutherse hun dienst ook houden in de grote kerk. Het Woerdense stadsbestuur deed er alles aan om commandant de Lamarck gunstig te stemmen. Met een aantal schilderijen en 500 gulden gingen ze naar het kasteel. Maar hij was niet snel tevreden en daarom zijn ze nog met 2000 rijksdaalders naar hem toegegaan. Om aan geld te komen werd er nieuwe belastingen geheven op voedsel. Maar ook de bijna 1800 ingekwartierde soldaten in de stad moesten van voedsel worden voorzien. Zeker het eten voor de commandant en zijn staf kostte een vermogen. En nog jaren na de oorlog kwamen winkeliers met rekeningen naar het stadhuis. Het Hof te Waarder was een commanderij van de Johannieterorde. Deze orde was door kruisridders gesticht in het Heilige Land. Vanuit deze hoeve, met kapel, werden op de bijbehorende landerijen, die Herman van Woerden hen in de 13e eeuw had geschonken, gewassen verbouwd. De commandeur, die hier met een kapelaan woonde, was ook pastoor van de kerk van Waarder. Tijdens de 80-jarige oorlog was het hof al beschadigd tijdens het Spaanse beleg van Woerden in 1575. Daarna kwam de commanderij in particuliere handen. En toen kwam het rampjaar. Vanuit het bezette Woerden bezochten Franse troepen regelmatig de omliggende dorpen, zoals Waarder. Wanneer bewoners hen niet betaalden in geld, voedsel of hooi, werd hun huis in brand gestoken. Het zogenoemde brandschatten. Op 22 november 1672 werd zo ook de oude commanderij in brand gestoken. Hiermee werd het middeleeuwse hof tot aan de stenen muur toe verwoest. Wanneer u goed kijkt, herkent u nog wel de brede gracht rond het woonhuis en de boerderij. Deze lag oorspronkelijk tot voorbij de spoorlijn. Maar in de grond is meer bewaard gebleven, zoals kelders, beerputten en veel gebruiksvoorwerpen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zouden leeggepompte kelders onder het weiland nog zijn gebruikt om in te schuilen. In de jaren 80 van de vorige eeuw hebben de bewoners van het huidige woonhuis nogal wat historische voorwerpen gevonden. Verspreid over het hele terrein, maar vooral in de beerputten. In 2018 is een groot deel van de historische voorwerpen in het archeologiehuis in Alphen aan den Rijn gerestaureerd. Daarna waren ze te bewonderen tijdens een tentoonstelling in het Wieringenhuis te Nieuwerbrug.
De gevonden voorwerpen tonen ons de rijkdom van de commandeurs. Het aantal pispotten laat zien dat de orde in Waarder waarschijnlijk ook zieken heeft verzorgd. En een roetlaag in de aarde, onder de oprit, herinnert ons nog aan die novemberdag in 1672. In 2022 is het 350 jaar geleden dat het prinselijk hoofdkwartier van de Oude Hollandse Waterlinie bij Bodegraven lag. Daarom zal in de tweede helft van het jaar hier in het Evertshuis een tentoonstelling worden gehouden. Het verhaal van het hoofdkwartier wordt verteld aan de hand van verschillende voorwerpen. Over de prins van Oranje, de soldaten, de boeren. Maar ook de verwoesting van het Hof te Waarder, de aanval op Woerden en natuurlijk de verwoesting van Bodegraven en Zwammerdam. De verhalen bij die voorstellingen worden verteld op panelen aan de wand, maar ook via de speciale Easy Travel app. Hier achter mij komt een portrettengalerij van minstens 25 personen die op het hoofdkwartier zijn geweest. Natuurlijk de prins, hoge militairen, afgevaardigden uit Engeland, Brandenburg, Michiel de Ruiter met vrouw en dochter. Maar ook hoofdpersoon uit het bekende boek van Luc Panhuis. Hierboven zijn originele gravures te zien van de verwoesting van Bodegraven en Zwammerdam. Maar ook tekeningen van de verschillende schansen bij Nieuwebrug. En met een speciale VR-bril kan men de verdwenen schansen bij Nieuwebrug in 360 graden weer bekijken. Deze tentoonstelling zal ook nog gaan naar het Wierikehuis in Nieuwebrug en waarschijnlijk ook nog naar Alphen aan de Rijn. Welkom bij Jobs Waterlinie Vlog. Ik vertel jullie elke maand wat er gaande is in het hart van de Oud-Hollandse Waterlinie. De afgelopen tijd konden door corona de activiteiten niet doorgaan, maar deze maand wel drie. Onder andere hier in het Wierikehuis vonden laatste audities plaats voor de musical Water en Vuur. Er zaten heel veel leuke mensen en er waren heel veel leuke mensen op afgekomen. Ik heb ook een paar liedjes gehoord en die zijn ook erg goed gelukt. De volgende activiteit was daar op de Prinsendijk. Daar stond Wouter van de Waterlinie met een basisschoolklas waarin ze hem alles mochten vragen. Dat was een proefles, maar de echte lessen zijn in 2022 beschikbaar voor alle basisscholen in de omgeving Bodegraven-Reerwijk. We gaan door naar de volgende locatie, het Groene Harthuis in Bodegraven. Daar was een lezing over... Oh, die is nu doorgegaan vanwege corona. Oh, hij is verzet naar deze datum. Maar goed, heb jij nou ook nog nieuws uit het hart van de Oud-Hollandse Waterlinie? Stuur ze dan op naar dit adres. Dan zeg ik het in mijn volgende Waterlinievlog. Tot dan! We zijn aan het einde gekomen van het Waterliniejournaal. Voordat we in januari 2022 het jubileumjaar gaan aftrappen met de aanval op Woerden, gaan we volgende keer nog naar de Prinsendijk. Wilt u meer weten over het hart van de Oude Hollandse Waterlinie, waar u nu nog kunt beleven of wat we gaan doen in het jubileumjaar? Of wilt u alle oude Waterliniejournaals terugzien? Ga dan naar hoofdkwartier1672.nl, meld u aan voor de nieuwsbrief of volg ons op Facebook. Of ga voor de hele Oude Hollandse Waterlinie naar oudehollandsewaterlinie.nl. Nou, ik zie u graag weer terug in onze Waterlinie of bij het volgende Waterliniejournaal.